Op 21 mei werd op het terrein van de Harderwijkse Jeu de Boule vereniging Bierleggers 84 het Nederlands kampioenschap tête-à-tête gehouden. Ik vroeg aan voorzitter Erwin Klerks hoe men zo'n bijzonder toernooi binnen weet te halen. Ik ben afgelegd met de bond en dan de bond die wijst, de Nederlandse Jeu de Boule bond. Die wijst dan, wij vragen dat aan, omdat wij best ook ja, wel een van de mooiere terreinen hebben zeg maar, in Nederland. En de bond die wijst, op basis daarvan wijzen ze dan toernooien toe. En er zijn ook districtskampioenschappen aan vooraf gegaan. Waar mensen dus moeten spelen om zich te kwalificeren. En de eerste ja, hangt er een beetje vanaf hoe de loting is en zo. Maar er zijn 32 mannen op zondag, 32 vrouwen. En ik geloof 8 jeugd. 13 jeugd. 13 jeugd. Jeugd is dus nog. Ja, want die jeugd missen we een beetje. Hoe krijgen we de jeugd aan de boelen? Zeg maar. Nou, door inderdaad ook de sport te promoten. En ook dat het ook echt een sport is. Je moet ze ook hier krijgen. Ja, je moet ze ook hier krijgen. En daar proberen we ook alles aan te doen. Door zo'n groot toernooi hier naartoe te halen. Dat ook mensen kunnen zien van. Nou, het is echt de crème de la crème van Nederland. Hoe ga je dat dan aanstaande zondag doen? Zondag worden er ook opnames gemaakt, dat we dus ook zelf video-opnames maken. Ja. En dan gaan we mee het land verder in om de mensen dat... Ja, maar denk je dan aan scholen? Waar ga je naartoe dan? Wij hebben ook op het park heel vaak scholen, omdat het parkmanagement, dat heeft ons benaderd om inderdaad de jeugd erbij te betrekken en de jeugd te instrueren. Afgelopen week heb ik toevallig... een aantal studenten van Landsteden hier gehad. En kijk, die moet je hebben. Ja, en die heb ik uitgelegd hoe het spel is, hoe de sport is eigenlijk. Ja. En die gaan dat weer aan de eerste en tweedejaars uitleggen. Wat is er eigenlijk zo leuk aan het boelen? En hoe zit het met het imago van oude lullensport? Het spel is zo leuk dat het is een echte sport is het ook. Je kan het als recreatieve sport doen, maar je kan het ook als wedstrijdsport doen. En de meeste van deze club doen het als wedstrijdsport. En het is bijna verslavend. Ja, ja. Verslavend, oké. Okay. Ja, verslavend, ja. Oude lullensport? Nee, totaal niet. Nee. Ik ben zelf, ik word 54. Ja, nog geen oude lul, hè? Ik voel me ook nog geen oude lul. Nee. Ik, eerder 14, ja. Qua geest. Mm-hmm. Maar ja, ontdekt wel op de camping ook. En, ja, maar het is natuurlijk een beetje een campingsport. Ja, het heeft ook een beetje een oude lullen imago. Maar ja, wij hopen toch met deze club ook wel wat jeugd aan te trekken. We hebben zojuist een jeugdlid verwelkomd van 15. En we proberen wat evenementen te gaan optuigen. Ik denk aan één keer in de maand een boelcafé, wat heel laagdrempelig een soort inloop wordt voor mensen die geïnteresseerd zijn. En ja, voor de rest, er zit zoveel meer in dan mensen denken vaak, het is heel een balletje gooien, maar er zit echt veel meer in. In de zin van tactiek en nadenken. Je moet wel een beetje inzicht hebben. Ja, het is niet zomaar dom een balletje gooien. Je moet wel echt doorhebben van, kijk, als je tegenstander heel dichtbij ligt en je probeert hem weg te schieten, dat lukt niet. Dan kun je ook proberen om je tegenstander af te houden. Zeg maar. Dus er zit ook een soort schaken bijna met ballen. Ja. Het is verslavend. Ja. Waarom? Nou, geen ene man is hetzelfde. En het zijn ook de sociale contacten. Ja. Ja? Alleen de boelwereld is klein. Want hoe ver je ook gaat... Je komt bijna overal dezelfde mensen tegen. Okay. Dat is gewoon zo. Dus. Met andere woorden, er is wel behoefte aan jonge aanwas. Of nieuwe aanwas. Ja, maar probeer dat nou eens binnen te halen. Ja. Want heel simpel, met Koningsdag, met Koningsspelen, hadden wij geloof iets van bijna 100 kinderen over bij ons op de vereniging. Waarvan er geen één? Ze vonden het allemaal hartstikke leuk, maar wil je boelen? Nee, want ja, mijn opa doet het en dan ga je al, hè. Nou heeft dat boelen, want daar ben ik wel benieuwd naar, ook wel een beetje een vreemde imago, hè? Een beetje campingsport, oude lullensport. Ja, dat klopt wel. Ja. Dus ja, dan moeten ze wat proberen te doen, hè. Ja. Hoe gaan we dat doen? Nou, jij moet over 5 minuten spelen. Oh ja, ik moet over 5 minuten. Ik zou even kort zeggen, ik denk dat je het moet vergelijken met golven. Golven speel je ook met een balletje, doe je ook met zijn stick, doe je met allemaal met een stick. Maar die moet ergens naartoe en wij moeten naar het buurtje toe. En misschien moet je daarmee de vergelijking meer maken. Ja. Want golven, dat doen veel meer mensen. Die vinden ze een beetje... Heel veel mensen. Een beetje hip en een beetje... Ja. Dus, maar ik moet me klaar gaan maken. Ja. Nou zeggen ze heel vaak dat boelen, zo de boel... Ja. Gewoon balspel, hè? Heet het is gewoon een balspel. Dat het een beetje een, ja, zeg maar een oude lullen spel is. Ja, dat zeggen ze, maar het hoeft helemaal niet zo te zijn, want het is ook
echt met competities van gaat het toch echt om het winnen. En dan is er toch ook echt jeugd nodig. Wat heb je daarvoor nodig om het goed te kunnen spelen? Om het goed te spelen, een beetje balgevoel. Ja? Ja, en gewoon dat je in je hoofd, dat het goed zit. Dat je dus echt een spel wilt. Inzicht, dat je een spel wilt spelen en dat je graag wil winnen. Want als die jeugd gaat spelen, dan kunnen wij niet meer aan tippen. Nee, dat is echt geweldig. Ik heb zo vaak, dan komen ze bij op een verjaardag of een ding. Dan zeggen ze, pa, we gaan even, ik heb een boelbaantje achter thuis. Een amateur boelbaantje. Ja. En dan zeg ik, we gaan even een keer proberen. En dan willen ze helemaal niet meer stoppen. En terwijl ik zeg, joh, kom dan op de... Maar dan als ze dan thuis zijn, dan zeggen ze, hey, geen lamp, dan kunnen we nog een poosje door. Ja, onbekend maken op het moment dan. Ja. Ja, nou ja, dan vinden ze het leuk. Maar om ze hier te krijgen, dat is het probleem. Ja, maar het is met veel zo, hè, om mensen de deur uit te krijgen. Ja, absoluut, absoluut. Wat is het leuke aan boelen? Het leuke aan boelen? Het is een fascinerend spelletje. Ja. Kijk, als we gaan schaken, er is heel veel literatuur en alles van, maar dat zijn vaste zetten, dat kun je berekenen. Dus tactisch is het een van de moeilijkste spellen die er is. Moeilijk? Ja. Het is dus betekent tactiek, teamspel in zich? Tactisch is het moeilijkste spel wat er is, ja. Buiten de vaardigheden kun je ontwikkelen en die kun je eigen maken door veel te trainen, anderen kijken. Maar ja, dat is uw perceptie, hè? Dat snap ik heel goed, maar toch wordt er heel anders naar gekeken, hè? Door de gemiddelde Nederlander. Men noemt hem nog steeds natuurlijk een campingsport, een oude lullensport. Ja, meestal wel. Ja, meestal zeggen ze dat. Want? Ja, ze zien altijd, als je in Frankrijk op vakantie bent, dan zie je altijd oudere mensen 's middags spelen. En 's avonds komen de jongeren pas, maar ja. Vandaar dat er nou een oude lullensport, denk ik. Ja, maar er zijn best veel jonge lui. Ja, kijk maar om u heen vandaag hier op het veld. Het gros is dik onder de 40, 50. Ja, klopt. Ja, dat valt eigenlijk op, ja. Ja, nee, dus de jeugd heeft wel de toekomst. Alleen in zijn totaliteit zouden we wat meer reclame mogen hebben. Samenvattend mag ik stellen dat het imago van de sport nog wel een extra opfrisser kan gebruiken. Misschien moeten we de sport, want het is het echt wel, geen boelen meer noemen, maar pétanque zoals het eigenlijk hoort te heten. Misschien gaat dan het campingluchtje er wel vanaf.